Plons! Terwijl de schippersvrouw genoeglijk met haar dochter aan het bellen is, lijkt het wel of ze een plons hoort. Jee, wat is dat, zegt ze tegen het meisje. En ze staat op om door het keukenraam naar buiten te kijken. Ze ziet grote kringen in het water. En dat opgeteld bij die plons? Dat kan toch niks goeds betekenen? Ik moet hangen, zegt ze. En ze rent de trap op naar de stuurhut, waar de hond probeert te zien wat er los is. De vrouw ziet dat de schipper met al zijn kleren aan in het water ligt. O jee, wat is dat nou? Omdat ze niet afgeladen zijn, kan hij niet zelfstandig uit het water komen. Ze gaat de stuurhut uit, rent de treetjes omlaag naar het gangboord om hem aan boord te kunnen trekken. Maar het eerste wat de schipper zegt is dat ze zijn boormachine moet aanpakken. Je boormachine? Wat is dat nou voor iets idioots? Hij blijft echter volhouden dat eerst die boormachine aangepakt moet worden. Dus bukt ze zich, pakt de boormachine en probeert daarna haar man uit het water te trekken. Maar omdat het schip niet afgeladen is en daardoor niet diep in het water ligt, kan hij zich niet vastgrijpen aan het bestek. Het is te hoog. En zij is niet sterk genoeg om de man op te hijsen. Je moet het trapje uit de diepwerft halen, commandeert de man. De schippersvrouw is in alle haast op blote voeten naar buiten gerend. En ze heeft net een nieuwe witte rok aan. Maar ja, hier mag nu niet geaarzeld worden en dus rent ze over de luiken. Ze maakt de kap van de diepwerft open en klautert op haar blote voeten naar beneden. Het trapje pakken lukt gelukkig snel. En hiermee klautert ze het middelwerft weer uit om het levensreddend attribuut buitenboord te laten zakken. De hond houdt alles nauwkeurig in de gaten. Snel klimt de schipper uit het water. Zijn eerste zorg is zijn boormachine. Die is nog droog, constateert hij. En daarna vist hij zijn schoen uit het water. En pas daarna gaat hij naar binnen om de natte rommel uit te trekken en zijn vrouw te vertellen dat ze wel wat harder had mogen lopen. Hij had wel kunnen verdrinken op die manier. En dat zegt hij terwijl de schippersvrouw nog aan het nahijgen is. Want dat moest natuurlijk allemaal wel heel erg snel gaan. De telefoon gaat en het is de geschrokken dochter die zich afvraagt wat er allemaal los was. Ze is blij te horen dat haar vader ongedeerd is. Nou, en zijn boormachine ook hoor, doet de vrouw boos. Maar mijn nieuwe rokje zit onder de vetvlekken. Dat zal de dochter echt de worst wezen. Al was de hele garderobe van haar moeder verknoeid. Ze is opgelucht dat er niets ernstigs gebeurd is, doordat haar vader goed zwemmen kan. En uiteraard is de schippersvrouw daar ook blij om. Dat zeker. Maar ze spreekt haar man er wel op aan, waarom hij geen zwemvest aan had. Maar dat heb ik toch ook helemaal niet, doet hij verwonderd. Nee, omdat je dit niet nodig vindt, zegt ze kwaad. Dat zul je wel niet stoer genoeg vinden, waarop de man een beetje grinnikt. De hond is blij dat de baas er nog is. Maar de vrouw komt die avond moeilijk in slaap, want ze beseft dat het leven zomaar ineens veranderen kan. Die gedachte zet ze echter resoluut van zich af, want angst heeft nog nooit iets goeds gebracht. In plaats daarvan besluit ze meteen de volgende dag reddingsvest te gaan kopen. En of hij dat nu wel of niet aandoet, zij heeft dan in ieder geval haar plicht gedaan.